zien wat ik heb gekregen van mijn 16e verjaardag. En ja, ik heb al meerdere video's over mijn 16e verjaardag online staan. En hier is er nog één. Maar ja, ik heb dus laatst een Sweet 16 gegeven voor mijn vriendinnen. En ik heb gewoon een verjaardag gevierd op de dag zelf. En ik heb al dingen gekregen, dus ik dacht het is wel leuk om een birthday haul te maken. Dus ik ga in deze video alles laten zien wat ik heb gekregen. En dat is niet om op te scheppen of zo, maar ik ben echt heel erg blij met alles. En ja, laten we maar beginnen. Het grote cadeau dat ik heb gekregen is een MacBook. En het is een MacBook Pro. Ik weet niet precies welke het is, maar hij is volgens mij gewoon 13 inch. En zo ziet hij eruit. Yay! Ik ben er echt heel erg blij mee. En ja, nu kan ik gewoon mooie video's maken en goed editen en zo. En het is ook gewoon handig om te hebben op deze leeftijd. Want ja, ik moet hem gewoon veel gebruiken voor school, voor editen, voor allerlei dingen. Dus ik ben er heel erg blij mee. Oh ja! Ik ben iets vergeten. Dan heb ik van mijn broer en zus twee dingen gekregen. Als eerst gewoon iets wat ik had gevraagd en dat is een ring. Dit is de ring, je ziet het nu echt niet goed, maar ik zal hem zo even close-up laten zien. Maar het is dus een ring met een kompas erop, dus ik kan hem nooit meer de weg kwijtraken. Nee, maar ik ben er echt heel erg blij mee en hij is van de Eden. Focus on me. Come on, focus. En dan heb ik nog iets gekregen en dat is dit. Ik heb dus iets gekregen van mijn zus en mijn tweelingbroer. En ik heb ook iets gegeven aan mijn tweelingbroer. We dachten, we doen dat eventjes voor elkaar dit jaar. Maar ja, de afgelopen jaren hebben we dat eigenlijk nooit gedaan. Want we zijn natuurlijk allebei jarig. Maar nu hebben we ook iets voor elkaar gekocht. Maar dit heb ik dus ook gekregen. Gewoon allemaal douchegelletjes en dat soort dingen. Dus dat ga ik binnenkort gebruiken. En er zat ook zo'n haarbandje in. En dat vond ik echt heel erg leuk. Want ik wil het al een tijdje. Gewoon voor als ik een maskertje op doe en zo. Ik ga trouwens heel vaak zeggen dat ik er blij mee ben. Maar ja, het is gewoon echt zo. En ik weet niet meer precies wat van wie is. Dus waarschijnlijk zeg ik niet elke naam of zo. Maar als ik herinner van wie ik het heb gekregen, dan zal ik het zeggen. Dan heb ik van mijn opa en oma Polaroid film gekregen. Gewoon deze twee. En hier kan ik er dus 40 mee maken. En ik had ook nog een pakje gekregen met een soort van confetti. En daar staat er 10 in. Maar die heb ik al in mijn Polaroid camera gedaan. Dus die kan ik even niet laten zien. Dan heb ik dit leuke armbandje gekregen. Ik vind hem echt super cute. Zo ziet hij er dus uit. En er staat ook Be Different. En ik kreeg best wel veel de vraag van waar deze van is. En hij is van de Push. En ik vind het een heel leuk armbandje. En deze heb ik van mijn buren gekregen. Dan heb ik van Danique echt iets heel liefs gekregen. Ik heb een heel pakketje gekregen. Echt super lief. En alles is dus een beetje in een roze thema. En daarin zit als eerste Rosewater. En dit ruikt echt super lekker. Ik ben echt een fan van Rosewater. Ik hou er gewoon echt van. Dan zit er een geurkaars in. Ook lekker in thema. Echt super cute. Deze schattige pen. En het deed me echt denken aan Danique. Want Danique lijkt hier gewoon op. Een maskertje. Bruisballen. Dus ik ga binnenkort even lekker in bad met alle douchegel en bruisballen die ik heb gekregen. Een lekker zeepie. Dus die kan er ook bij. En pastelkleuren stiften. En ik hou echt van pastelkleuren. Dus Dani kent me goed. En zo ziet het mandje eruit. Echt super cute. Allemaal confetti erin. Dan heb ik van de buddies, Lucia en Sophie, ook een leuk pakketje gekregen. En hierin zaten dus ook cadeautjes. Daarin zat een wegwerpcamera of een disposable camera. En ik wilde dit al heel erg lang, dus ze kennen me ook gewoon goed. En ik heb er al één foto mee gemaakt. Ik kan er dus 27 mee maken en ja, dit is zo'n wegwerpcamera, dus dan moet je het laten ontwikkelen en zo. Maar dan krijg je dus van die filmfoto's. En daar ben ik echt obsessief mee de laatste tijd. Dus ik ga hier 27 foto's mee maken en dan ga ik ze laten ontwikkelen. En dat zal waarschijnlijk wel lang duren, maar ik ben echt super excited. En verder heb ik van Lucia en Sophie nog een leuke scrunchie gekregen. En deze leuke kaart en dit armbandje. Ik heb hem er speciaal omgelaten voor deze video. Dus ik ga hem zo meteen eindelijk omdoen. Maar kijk even hoe cute dit is. En ja, ik heb dus alles in tasjes en dingen bewaard. Dan heb ik van Zoe echt iets heel cutes gekregen. En echt al mijn vriendinnen kennen me super goed, want ze weten echt gewoon waar ik van hou. En Zoe heeft dus iets van My Journey gegeven. En daarin zat dit armbandje met mijn sterrenbeeld erop. En als je goed bevriend met me bent, dan weet je gewoon dat ik echt een beetje obsessief ben met sterrenbeeld dingen. Of vooral gewoon op sieraden. Dus ik heb al een ketting met mijn sterrenbeeld erop. En ja, ik vind het de laatste tijd gewoon heel erg leuk. Dit is het armbandje, hij is dus van My Journey. En daar zat dus het logo van Pisces op. Oftewel een vis. En dat is mijn sterrenbeeld. Het volgende dat ik heb gekregen zat weer in een leuk tasje. En als eerst zat daar Mario Badescu in. En ik hou echt van Mario Badescu. En dit is de lavendel. En normaal heb ik degene met rosewater. Maar deze keer heb ik dus de lavendel. En
Ik ben hier zo obsessief mee. Maar vanaf nu is dit echt mijn favoriet. En ik heb dit trouwens van Juliette gekregen. Dus Juliette kent me ook gewoon goed. En Jules heeft hem zelfs gedecoreerd. En daarbij kreeg ik ook nog lekker 2 Milka-repen. En hierna ga ik ze gewoon meteen opeten. Nee, we moeten wel een beetje gezond doen. Maar ik heb ze speciaal nog niet gegeten voor deze video. En Jules heeft natuurlijk ook alles lekker in thema gedaan. Lekker paars. Dus iedereen kent mij gewoon. Ik moet alles in thema. Het volgende dat ik heb gekregen zijn deze dingen. Als eerste een super lief kaartje. En dan een beker vol met snoep. Dus daar hou ik natuurlijk ook al van. En daarbij is ook dit cute armbandje. En het is dus een wish bracelet. Dus ik kan lekker een wens doen. En dan als laatste rituals. En ik heb dit gekregen van Madeleine. En ik heb er nog niet mee gedoucht. Want anders wist ik dat ik hem ging vergeten in deze video. Maar er zitten er 2 in. Namelijk deze 2. En deze ruikt zo lekker. Het is echt niet normaal. Dus als je ooit rituals koopt, moet je deze echt kopen. Maar ik heb deze dus nog nooit gehad. Maar ik heb er even aan geroken. En dit is gewoon echt mijn nieuwe favoriet. Dus ik ben obsessief. En ik ga de komende weken gewoon echt super lekker ruiken. Dus hier ben ik ook heel blij mee. En dat was dan alles wat ik heb gekregen. En ik ben heel erg dankbaar voor al mijn cadeautjes. Wat je waarschijnlijk wel hebt gemerkt in deze video. Maar ja, ik vind het gewoon heel erg lief van al mijn vriendinnen. Dat ze zoveel hebben gegeven. En natuurlijk ook gewoon van familie en zo. Want ik heb ook nog geld gekregen. Ik weet niet of dit de laatste video is met het getal 16 erin. Want ik heb ook nog gefilmd om een Sweet 16. Dit was in ieder geval deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En doei, tot de volgende keer.